1, 2, 3, 4, 5. Ja, alleszins. Dus samenvattend, Fred van Rubis, dat zal wel de laatste verwachting geweest zijn bij het begin van het seizoen dat je vandaag hier als trainer zou staan? Ik had al nog altijd gezegd dat ik minstens tot mijn 36, dus dat was nog 2 jaar, zeker wat voetbal. En ineens ja, kreeg je dan die kans voor trainer te komen. En zonder er te veel bij stil te staan, ben ik daarop ingegaan. Ja. Je krijgt die kans, maar men zegt ook, een trainer die moet ook iemand hebben, een verlengstuk op het veld, die het kan overbrengen, de mentaliteit, de taal, zelfs de instructies. Dat was eigenlijk een beetje jouw taak op het veld. Hè? En wie heb je nu die dat kan doen? Dat verlengen, aanwijzingen? Well, ik denk dat Lars Wallace bijvoorbeeld dat ook heel goed kan. En Sami Juri, als je weet hoe je dat een beetje moet aannemen of aanpakken en op zijn eigen manier die approach proberen te doen naar die jongen toe, dan kan Sami kan dat ook in principe. Dus op dat vlak hebben we wel spelers die dat kunnen. Dus daar mag ik me totaal geen zorgen over. Maar normaal gezien zou Lars dat nu op hem moeten nemen. Ja. Ik heb gelezen, voor zover het waar is, dat eigenlijk een aantal spelers jou gebeld hebben om te vragen dat ik keer te overwegen om hier trainer te worden met Geert. Klopt dat zo? En is dat, maakt dat niet makkelijker om aanvaard te worden? Want tenslotte, ja, je bent iemand die recht voor de vuist geweest is. Niet iedereen kon dat op dat moment waarderen of had daar zijn bedenkingen bij. Maar dan moet je het dubbel waarmaken. Ja, kan je zeggen, het eerste wat ik zei, dat ik weet over wat je hebt, is dat ik zei van ja, als we niet opletten, dan nog in degradatiegevaar komen. De meeste mensen hebben dat ook serieus beginnen nemen, want effectief na Boussedou was het wel begon het warm te komen. Het is nog altijd warm. Naar de spelers toe, mij gebeld. Het is zo dat we na de wedstrijd door dat een trainer zijn ontslag ingediend had. Dan achteraf kwam zo binnengecijpeld dat Geert er ook eventueel mee zou stoppen. En dan zaten wij nog met een paar spelers op de club. En zei er zo'n keer één of twee spelers zijn van ja, we gaan toch met Geert moeten klappen, dan zeker niet stopt. Ik heb dat dan gedaan. En Geert was puur emotie op dat moment. Dat hij zei van ja, voor mij hoeft het dan ook niet meer. Dat is menselijk, na de wedstrijd gaat verloren. Hij had een hele goede band met de vorige trainer, met Thierry Pister. En op dat moment zeg je dan een keer iets van, ja, als er iemand anders komt, stop ik ook. Dat was puur uit emotie. Ik heb het er dan mee over gehad. En het gesprek met 2, 3 spelers, zeiden ze, ja, voor is dat niets voor u, speler, trainer, samen met Geert. Je kent de groep, je weet wat er gaande is, wat er moet veranderen. Ik zeg, ja, ik zeg in mijn eigen, ja, waarom niet? Ik ben dan naar Geert gestapt en Geert heeft dat dan overgebracht naar het bestuur. Dat ik daarvoor eventueel bereid zou zijn voor samen met hem. En het bestuur heeft daar een dag of 2 over nagedacht. En dan op dinsdagmorgen zijn we samengekomen. En in de namiddag heb ik dan mijn eerste training geleid. Laten we optimistisch blijven voor de wedstrijd tegen Ruppelboom. In de wedstrijd die nog volgen, Oostende blijft in 2e. Met de perikelen die er zijn. En men biedt Frit de job aan van trainer te blijven. Wat zeg je dan tegen Boezingen? In Boezingen heb ik nog altijd niets getekend. Hè. Ik heb mijn woord gegeven in Boezingen. Dus dan is het aan mij van een keuze te maken tussen ja, stop je definitief met voetballen, want dan is het einde helemaal gedaan. Je vroeg wel een unieke kans direct in 2e. Ja, tuurlijk. Maar bon, dat is nog ver van mijn bedshow op dit moment. Er zijn nog 9 wedstrijden. Ik begin er nog maar pas aan. Ik moet zeggen, ik vind het wel enorm leuk. Het is wel veel werk. Maar ik doe het enorm graag. Dus op dit moment beklaag ik het mij nog geen minuut. En ik mis niet echt de trainingen ook niet op dit moment. En spelen ook niet. Waarom? Omdat trainer zijn vergt gewoon enorm veel energie ook. Dan op een andere manier. Maar je bent ook constant bezig met voetbal. Jouw voorbeeld, naar eigen zeggen, is een beetje Dennis van Wijk. En die staat bekend als een rechtlijnige, een beetje koppig. Maar ook iemand die weet wat hij wil. En die het ook bewezen is als speler. En die niet op achteruit gaat voor compromissen, hè, die zijn visie wel op het veld zien vertoond worden. Hè. Ben jij moeilijk? Ja, dat moet je aan de spelers vragen. Ik denk... Omdat je Van Wijk als voorbeeld neemt. Ja, Van Wijk als voorbeeld. Waarom neem ik Van Wijk als voorbeeld? Omdat ik me heel goed kon vinden in zijn visie. En, dat is... Altijd recht voor de raap, altijd zeggen wat erop staat. En heel correct zijn ten opzichte van zijn spelers. Maar van week heb je 2 lijnen en je gaat daar een beetje ruimte tussen die 2 lijnen. En mocht je daar gerust
een beetje in zigzag in die lijn, maar je mocht er niet buiten gaan. En dat was voor iedereen hetzelfde. En dat probeer ik nu op mijn manier, met mijn eigen accenten, ook toe te passen. Voor de rest, ik heb ook mijn beste periode gehad met hem. Dus automatisch voel je dan meer... Is er een band, ja. Is er een trouwens, wij horen regelmatig elkaar, dus op dat vlak zijn wij vrienden gebleven naast voetbal ook nog. Ja. Dus trouwens, op het moment dat er sprake was dat ik hier zou trainer eventueel komen met Geert, heb ik er ook wel over aangesproken met hem. En heeft mij een paar aanwijzingen gegeven dat die heel nuttig kunnen zijn voor mij en voor later. Ja. Later, dat is al vrijdag. Ja, dat wordt al een zespuntenmatch eigenlijk. Hè? Kijk, laat ons eerlijk zijn. Alle matchwedstrijden. Als we vrijdag mogen, moet je niet tevreden zijn met minder dan 3 punten. Zo simpel is dat. Vrijdag moeten we gewoon tonen wat we in de eerste helft in Tübingen getoond hebben. Moeten we nu trachten weer in die tweede helft iets langer te tonen. Dus na in plaats van 45 minuten moeten we gaan naar 60, 65, 70 minuten. En vooral thuis, we gaan misschien nog iets aanvallender gaan spelen. Dus vooral omdat het van moeten is. Met in het achterhoofd, als je vrijdag 3 punten pakt, dat je definitief niet meer achteruit moet kijken. Zo simpel is dat. Dan zijn er nog 8 wedstrijden en dan heb je een punt of 10 op de bagageplaats. Dan is het gedaan. Je was wel een beetje aangeslagen dat het fysiek minder sterk stond, het elftal. In tegenstelling met Tübingen. En je zei, ik kan daar in korte tijd, ik moet daar iets aan doen. Heb je daar vandaag iets kunnen aan doen? Ik kan zeggen, op korte tijd is het heel moeilijk om daar iets aan te doen. Je kunt je trainingen wel aanpassen en zo. Je kunt niet spittiger gaan trainen, kortere ruimtes, gelijk dat we nu vandaag gedaan hebben. Om die spelers die gretigheid te laten terugkomen. Omdat dat toch wel weg was de laatste weken. We spelen altijd zo op hetzelfde tempo, vrij loom, vlij sloom. Weinig tempowisseling. Weinig tempowisseling. En nu proberen we dat met korte partijtjes van een mouw aan te passen en trachten dat ze het oppikken en dat we fysisch toch beetje bij beetje het niveau halen dat er vereist is. Slotvraagje, zien we jou zondagmiddag in trainingspak of driedelig pak? Nee, het zal in trainingspak zijn. Ik ben nog ietsje te jong voor daar in een mannenpakje toe te komen. Maar ja, kijk, je mag een keer slaan, maar je moet ook salven. Dus op het moment moet dat kort en krachtig zijn. Ik heb dat direct na de wedstrijd ook gezegd. Als de trainer dat doet, gaan de spelers onder elkaar dat niet doen. En dat gebeurde te veel ervoor. Na de wedstrijd zijn er, iedereen weet dat, zijn er een paar conflicten geweest tussen spelers. Oh, dat hoort niet thuis in de kleedkamer, in de ploegsport hoort dat niet. Maar als de trainer op dat moment het voortouw neemt, of tracht te nemen, dan gaat dat niet gebeuren tussen de spelers. Dan is, wat er moet gezegd worden, is direct gezegd en het is gedaan. Dan kun je dan nog een keer van klappen de dag daarna. Maar dan daarna moet je toeleven naar de volgende wedstrijd, zo simpel is dat. En Ruben weet perfect dat hem nu volledig vooruit gaat. En hij is daar ook vooruit gekomen en dat was chapeau. Dus hij heeft mij gewoon gezegd, ik heb hem erover afgesproken en hij heeft mij gezegd, kijk, vrijdag moet je zeker zijn, gaat er niks doorkomen. Zeg. Een 6-punten-match. En als het van jou afhangt en van de motivering, denk ik dat ik hier merk op de training, dan moet Ruben de boom in. Maar ik moet zeggen, sinds dat ik vorige week dat ik mijn eerste training gegeven heb, is iedereen enorm gretig. Van de eerste tot de laatste. Het enigste negatief puntje is dat we niet met dat puntje teruggekeerd zijn in de Tübingen. Eventueel zelf de 3. Want in mijn ogen verdienen we zeker een punt, misschien zelf de 3. Zelf mijn mindere tweede helft. Want Tübingen is niet echt gevaarlijk geweest, want de 2 goals zijn echt. Dus 2 goals, ja, ga je niet tegen tegenkomen. Dat je al van keeper moet veranderen en dan nog een keer dat ze dan alle 2 nog een keer. Maar bon, dat is een hoofdstuk dat afgesloten is. Maar ik heb het al tegen de spelers zondagmorgen gezegd. Zij we moeten verder op de manier van de eerste helft. Als we zo verder werken, moet Boom er gewoon aan. En met minder dan 3 punten mogen we vrijdag niet content zijn. Want ik denk dat al bijna 3 maanden geleden is dat we thuis nog eens wedstrijd gewonnen hebben. Alleen daarvoor al moet je vrijdag gewoon tot uiterste gaan. Oké. We rekenen erop. Ja. Bedankt. Salutjes.